Hallo, welkom bij een nieuwe Minecraft Survival. Inderdaad, en we hebben de vorige keren de kerstbomen gemaakt. Ja, en het kasteel afgemaakt. Dus het is tijd voor een nieuw project. En wat gaan we bouwen, Victor? Wat gaan we bouwen? Jij mag het mij vertellen. Een cinema. Een cinema. Wat is een cinema? Wat is dat? Dan moet je me toch even vertellen. Wat is een cinema? Ja, dat is het Belgische woord voor een bioscoop. Bioscoop. Oké dan. En we gaan beginnen met de grond, hadden we zo besloten, toch? De grond, inderdaad. En dan wordt het toch Volgens mij heb je het verkeerde. Hoezo? Je hebt nu een tapijt in je handen. We deden het zwarte wol. Oh, wacht even. Ja, inderdaad. We hebben inderdaad al wat spullen in de kisten gedaan. Anders wordt het zo saai voor jullie, omdat wij dat allemaal moeten gaan zoeken. Ja. Oké, nou, mooi. En het wordt een aardig grote bioscoop, hè? Een paar verdiepingen. We willen ongeveer 10 zalen doen. 10 zalen? Nou, zijn we nog wel een jaartje bezig, denk ik. Ik weet op niet. Ons tempo. Wat zullen we doen? 6 zalen. Dat is wel een leuk bioscoopje. 5 zalen, dat is wel leuk. 5, 6, ja, zoiets dacht ik ook. Ja, zoiets. Inderdaad. Oh, dat gaat al lekker. Oh ja, die dingen kan je met een schep volgens mij heel makkelijk wegkrijgen. Oh nee. Ja. Oh, ja, die wol kan je met een, hoe heet dat, met zo'n schapenscheerding. Kan je die heel makkelijk wegknippen. Zal ik dat eens even regelen, een schapending? Dat is goed. Een tang. Een heggenschaar. Ja, het lijkt inderdaad heel erg op een heggenschaar. En waar gaan we het vandaag eens over hebben, Dimmy? Ja, dat hadden we er ook nog niet over gehad, hè. Nee. Het over gaan hebben. Goede voornemens, misschien? Ja, inderdaad. Goede voornemens. Heb jij die? Doe je eraan? Wat vind jij daar? Nou, ik kan je wel vertellen wat de slechtste goede voornemens dat iemand zegt, maar wat vind jij daar nou van, goede voornemens? Ja, ik doe er wel eens aan, maar dit jaar heb ik besloten om er niet aan te doen, want ja, ik kom er toch nooit na. Waarom zou ik het dan doen? Mijn goede voornemen is om geen goede voornemens te nemen. Inderdaad, die van mij ook. En dat lukt aardig tot nu toe. Nee, ik heb één goed voornemen. Niet binnen bestellen bij thuisbezorgd. Ik bedoel bij dingen. Geen reclames, hè? Inderdaad. Wij zijn commerciële honden, dus dat mag niet. Nee. Goed, even kijken. Nou, we hebben al een soort van vloer, denk ik, hè? Ja, voor mij, ik ga ook denk ik wat minder bestellen via bij een internetwebsite. Ja, want daar kom je heel erg van aan. Ja, inderdaad. En dan moet ik van lijnen. Ja, dus want inderdaad, we bestellen altijd, als we aan het opnemen zijn, bestellen we wat te eten. Nu toevallig niet, maar meestal wel. Nee, inderdaad. Meestal wel, ja. En dat kan variëren van een kapsalon tot een satéschotel en sperrips, pizza's. Maar ook jij bestelt als broodjes. Die zijn goed te doen bij jou, toch? Wat? Die broodjes zijn goed te doen, toch, bij jou? Ja, inderdaad. Mm. Ja, je hebt ook zo'n broodjeszaak, daar hebben ze alleen maar van kaas en zo. Dat is een kaaswinkel en daar kan je ook bij bestellen. Heel raar. Kaaswinkel? Ja, dat is gewoon een kaaswinkel. Ja, maar ja, ik ken ook een slagerij, die verkoopt ook broodjes. Maar die laat het zeker niet thuis bezorgen? Nee, dat niet. Via internet, via die ene leuke website die ik net zei. Dat mag niet. Nee, klopt. Ik ben even naar een heggenschaar op zoek. Een heggenschaar? Ja, een heggenschaar, daar kan je die wol mee wegknippen. Die zo. Zo. Wat doe ik moeilijk? Ik haal het wel gewoon zo uit Creative. Waarom ook niet? Hier, vang eens. Komt die schaar? Hier, een heggenschaar. Ik heb nog één voor mezelf neer, zo.
Zo, ik moet het wel een beetje gelijkmatig natuurlijk maken, zo. Hier, ik doe die heggenschaar hier, kijk. Kan je het zo wegknippen, hoppakee. Ja, het is ook goeie. Leuk dat we het op het water doen, toch? Ja, in principe... Het heeft wel wat. Het heeft zeker wat. En het valt mij altijd op dat meestal een bioscoop aan de buitenkant het altijd heel erg mooi is. Als je dat wat ik bedoel natuurlijk. We hebben ook ramen hebben we nodig, maar ja, moeten we natuurlijk niet intikken. Oh, jij wil het zo doen, de bioscoop? Ik dacht, we laten een stukje water zoals hier, maar dat kan ook wat jij doet. Doen we dat. Wat wil jij dan doen? Ik dacht, we laten een stukje je water. Je kan nu wel weg hoor, ik zie nu dat ik te ver ga. Anders komt er een bioscoop bij die wensramen. Ja, staat er opeens een grote muur voor je uitzicht. En daar moet je ook niet blij mee zijn. Maar ik geloof wel dat we een probleem hebben, want meestal... bioscopen hebben altijd heel veel nooduitgangen. Oh, dan is het dadelijk brand, dan leggen we wel roeiboten neer. Ja. Voor de deur. Maar we moeten wel even een hele grote... Oh, ik ben aan het verdrinken. Hele grote bioscoop bouwen. Tot die toren daar, ongeveer? Ja, dit is denk ik van hier tot hier, dat is wel één zaal, denk ik. Ja, precies. Heel veel zalen gaan maken. Ja, we doen het ook op hoogte, toch, een zaal? Ja, zeker. Twee verdiepingen of zo. Ja, dit wordt een lobby dan zeker. Ja. En ik weet niet of het dit weer gaat lukken. Kijk, als je in de verte kijkt, dan zie je ons kasteel nog. En die blijft natuurlijk ook gewoon staan. Ja, we gaan niks weghalen, dat is zonde. Hoeveelste is het eigenlijk vandaag, joh? De hoeveelste? Ja. De vierde, nee, de derde. Hoezo? Nee, gewoon. En trouwens, voor de mensen die zich zorgen maakten, we hebben de... Alles is nou weer terug. Die zou denken, hé, hoe kan dat nou weer dan? We hadden van tevoren een backup gemaakt. En, Ja. Van de week hadden we alles gesloopt. Voor het nieuwe jaar. Inderdaad. Het is een beetje toepasselijk, want dat is dan ook altijd natuurlijk. Ja, dan denk je bij de laatste aflevering, ja, alles is weg en alles is opeens weer terug. Precies. Nee, ik vind wel een aparte... Geef die heggenschaar eens terug! Dan moet je van die heggenschaar af blijven, Dimmy. Inderdaad. Blijf nou eens van die heggenschaar af! Lul! Ja, wij vinden het altijd heel leuk om Timmy en Lau na te doen. Ja. En dan vraag je af, wie zijn dat? Nou, zoek het eens op. Timmy, klein in het Engels, en dan Lau. Kan je lachen. Maar waarom moet dat altijd... Zootje! Kut! Maar ik kan het praten. Ik geloof dat we een aardig grote cinema hebben. Doe jij nou weer, joh? Zo, hoppakee. In het water. Weet je wat wel gek is? Moet je maar eens hier gaan zwemmen, kijk. En dan naar, het, naar de vloer kijken. Ja, dat weet ik. Er zitten allemaal bergen en zo, toch? Nee, maar kijk eens naar de grond. Waar drijft die grond op het water? Zitten nog geen eens palen in de grond? Ja, inderdaad. Maar ja, Minecraft is niet realistisch, dus ik vind het best. Ja, het is net realistisch dat je moet eten. Oh, over eten gesproken, is goed dat ik het zie. Nou, laten we opschieten, want zo komen we ook niet ver. Nee, precies. Als we 5 zalen moeten maken. Helemaal als we alles nog eens een keer in de uitzending zouden moeten verzamelen, dan duurt het al wel heel lang. Ja, dan doen we dat even buiten de uitzending. Dan zijn we wel, 100 uitzendingen verder, denk ik. Ja, mensen moeten niet zeker dat het geen survival is, want we doen het in survival mode.
Wat, dat is toch zo? Ja. Precies. Doe jij nou weer? Ja, jij haalt weg. Ja, maar hier is toch ook weg? Toch een gelijke ingang, of niet? Het is wel een kleine ingang, hè? Meestal heb je echt van vier deuren aan naast elkaar, toch? Ja, zoiets dan. Hier, let op. Ik zal het even laten zien. Deze weg, deze weg. Hier. Dit is dan een ingang, bijvoorbeeld. Twee stukken Twee stukken ertussen. Hier een ingang. Kijk, dat heb je bij een echte bioscoop ook. Zo dan. En dan hier twee deuren tussen. Ja. Ja, dat is... Ja, ik weet alleen niet of we hier nog, een ingang moeten maken of... Zo, wow. Ja, ik denk dat we hier nog een ingang moeten maken erbij. Ik ga wel even hier verder om het door te halen. Zo. En hier deuren tussen. Gaan we ook een restaurant maken? Restaurant, ja, dat hoort wel bij, toch? En wij popcorn en zo kan kopen. Ja, alleen popcorn, dat heb je niet in Minecraft. Dat is wel jammer. Maar je hebt wel eten, toch? Dus misschien kunnen we daar wel iets mee doen. Gewoon bammetjes. Bammetjes, ja hoor, lekker. Dat is op ons logo. Bammetjes craft. Ja, de server heeft nog geen naam, hè? Ja, Game Channel server. Zullen we het bammetjes craft noemen? Ja. Wat? Ja, dat is wel een goeie. Ja, maar even kijken. Hier, dit bij de ingang, een tapijt, zo. Vliegend tapijt. Dat kunnen we later nog wat doen. Als we nu echt de eerste vloer nog maar eerst hebben, dan... Ik denk dat we hier vanaf hier, zeg maar, ietsjes verder misschien nog, echt zalen moeten maken, zeg maar, die kant op. Deze kant zo op. Snap je wat ik bedoel? Deze kant op, ja. Dus kijk, als, dan heb je... als je dat hier doet, dan kom je bij dat huis uit. Ja, precies. Dus hier ongeveer. Dat we dan zeg maar stukken naar die kant maken voor echte zalen. En dan zo omhoog. Ja, nou, laten we eerst de onderverdieping doen. Dan kunnen we daarna erop gaan bouwen, denk ik, toch? Ja, maar jij slaat die wol sla jij nu in met je handen. Maar je kan beter met de heggenschaar doen. De heggenschaar. Ja, dat gaat handiger. Kijk, hier. Als ik het nou zo doe en zo, kijk. Nu doe ik het zonder heggenschaar. Ja, dat weet ik, maar dan moet ik er helemaal mijn muis gaan scrollen en zo. Daar heb ik niet zo'n zin in. Ja, wel irritant dat ik steeds in het water val. Ja, daarom moet ik ook eerst de vloer even doen, voordat we verdiepingen gaan bouwen. Hebben we zo een beetje een grote zaal al, of... Ja, toch? Ja, we kunnen beter dadelijk als we de grond hebben het afmeten. Nog iets weg kunnen doen, maar nu even gewoon een heel lang stuk. Ja. Gaan we ook heel veel stoelen maken, zeker? Ja, zeker. Oh, ik val weer. Wat voor films kan je onze bioscoop zien? Die van... over films gesproken, die van Sony, die is gestopt, hè? Ja. Jammer. De een of andere Noord-Koreaanse leider. Ja. Die kon er niet mee lachen. Ik geloof dat we... Kom, wij zenden die film in deze bioscoop uit. Nee, laten we dat maar niet doen. Nadat kregen ze een aanslag in onze bioscoop. Oh, daar hadden ze mee gekregen. Ja, ik wou zeggen. Een paar weken terug. Je zit een lang stuk, denk je? Ik denk het wel, toch? Ja, is goed, toch? Dan kunnen we, dan moeten we zeg maar nog een heel stuk die kant op. Voor de grote bioscoop.
Ja, we pakken groots uit deze keer. Het kasteel was nog maar een begin. Ik wou zeggen. We worden nog eens de beste bouwers van Minecraft. Ja, wie zou dat eigenlijk zijn? Ik ga het kanaal niet noemen, maar iemand die heel groot is met een Minecraft kanaal. Begin met een D. De Gamecraft HD? Oh, je mag geen andere kanalen noemen wel. We zijn commerciële honden, doe dat nou niet. Maar in ieder geval, ja. Dus dat denk ik dat die dat zijn. Maar niet de Gamecraft HD. Die zijn ook wel goed, maar ik heb het over iemand anders. Ja, we mogen natuurlijk geen reclame maken. Gaan ze allemaal daar naartoe. Nee, maar hoe heet dat? Gaan we ook zo'n petje dragen? Achterstevoren. Als we gaan vloggen. En maar alle YouTubers hebben dat tegenwoordig, toch? Ja, dat is wel zo, ja. Petje op en dan omgekeerd. Doen we wel als we de cams aan gaan zetten misschien. Ja, doen we een petje op. Daar zijn we mee bezig, toch? Ja, maar het programma is nog steeds in pending, dus ja. Ga lekker. Maar in ieder geval januari, dus. Pakken groots uit. De bios, de cinema. En dit is al saai om naar te kijken. Moet je naar. Bouw jij ook nog iets, of niet? Ik zat te kijken hoe jij het heet. In de gaten houden. Kijk, hé, daar zijn we verrekt. Hier zijn we opeens hier. Wat? Nou zijn we opeens vlakbij dit gebouw. Ja, zag je dat niet? Ja. Nog langer of niet? Bouwen we hier een heel hoge bioscoop, hebben ze geen uitzicht meer. Nee, inderdaad. zo is die wel groot genoeg, denk ik, toch? Oppervlakte. Ja. Krijgen we dadelijk de pandeigenaar naar ons toe. Ik kan zeggen. De woningbouwvereniging. Gezellig. En ik denk als we even doorbouwen en we hebben zo meteen de grond, dan kunnen we wel, dan is denk ik de eerste aflevering alweer klaar, maar ja. Al mijn wol is alweer bijna op. Ja, bij mij ook. Niet zeggen. Nou, we gaan dit stuk nog even afmaken. Maar heb jij al een petje of niet? Want dat hoort er natuurlijk wel bij. Ja, maar niet zo'n mooie groot, hè? Met zo'n rechte klep erop. Ja, dat is wel een mooie pet, toch? Dat is echt zo stoer. Oeh. Nou, als jij dit stuk maakt, doe ik de andere kant al, want dit werkt echt niet. De cinema. Ja, al die Belgen zeggen dat altijd, hè? Jutje, gaat je ook. Hé, hey, er zit een bom onder de grond, een TNT. Waar? Hier in het water. Hier een hele stapel. Oh, dat was de Noord-Koreaanse leider al. Ik dacht, we maken er gelijk maar een eind aan. Voordat de bioscoop staat. Nou ja, geen zorgen, TNT kan geen kwaad meer. We hebben de bom al onschadelijk gemaakt. Inderdaad. Vorige aflevering waren ze nog schadelijk.
Maar ik denk dat dit de eerste aflevering al was, Dimmy, want anders wordt het wel heel erg eentonig. Volgende keer gaan we de vloer afmaken en dan zullen we een begin gaan maken aan de muren, denk ik. Het gaat heel vet worden. Tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren. En doei! Duimpje omhoog, doei!